Hallo lieve vissen, welkom bij jullie jaarprognose voor 2022. Ik ga dadelijk beginnen met 4 overal energiekaartjes voor het jaar. Per kwartaal pak ik 1 kaartje en dan ga ik ook de diepte daarin. Om te kijken wat voor boodschappen er op tafel mogen komen voor jullie. Kijk even of dat deze reading met je resoneert. Het kan zomaar zijn dat dit niet jouw video is. En dan kun je altijd kijken bij je maanteken. Venusteken of ascendant. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit zou kunnen berekenen. Ook is het zo, mocht jouw aandacht worden getrokken naar een andere video, dan laat je intuïtie zich eigen ook al leiden en dan merk je dat dat jouw boodschap zal kunnen zijn. Het zijn collectieve berichten, dus het zal niet met iedereen kunnen resoneren. Zou je een specifieke video opgenomen willen hebben wat gericht is op jouw energie, waar ik afstem op jouw energie voor een jaarprognose, dan kun je altijd even op mijn website kijken wat de mogelijkheden zijn. Zo'n reading duurt ongeveer een uurtje. Naar de hand kunnen we nog even terugkoppelen via de mail hoe je het hebt ervaren of als je nog vragen hebt, kunnen we daar nog even op ingaan. De prijzen staan erbij en mocht je daar interesse in hebben, kun je via het contactformulier contact met me opnemen. Dus we gaan eens even kijken wat er voor jullie voor 2022 naar voren mogen komen. Eerste kwartaal, een kaartje alsjeblieft. Tweede kwartaal. Derde kwartaal. Nou, er zijn er wel heel veel. Oké, en het laatste kwartaal. Zo. Onderkant dek, melk en honing. Dus overvloed gaat naar je toe komen. Je gaat weer genieten van de dingen. Dus we gaan eens even kijken wat dit allemaal voor jou te betekenen heeft. Ik leg deze even aan de kant. Deze komt op kop. Moet die op kop? We hebben niet voor jou op kop. Dus er is iets wat wel voor jou zal zijn, maar daar is nog niet duidelijk het zicht op gekomen. Dus we gaan eens even kijken wat we nog verder hierover mogen weten. Voor het eerste kwartaal van 2022. Voor sommigen geldt het zo dat je dacht dat het niet voor jou bedoeld was en dat je het los hebt gelaten. Dat daardoor een nieuwe cyclus tot stand is gekomen. Dat je nieuwe inzichten gaat verkrijgen, je eigen balans gaat zoeken. En vanuit daar zal misschien die persoon wel weer naar je toe kunnen gaan komen. Een lang gekoesterde droom waar jij niet meer van verwachtte dat het toch nog zou gaan komen. Ik heb hier de wereld, de 6 van bekers, of 6 van munten en de 6 van bekers. Dus een soulmate is het mee gemoeid. Het heeft te maken dat er hartzeer is geweest door deze verbinding. Klein momentje, ik neem even een slokje. Er zijn bepaalde dingen uitgesproken. Ik voel echt een bepaalde druk in mijn keel. Last van slikken. Er is een nieuwe cyclus gekomen waardoor de hartzeer is ontstaan. En die hartzeer heeft te maken met het verleden. Heeft dat te maken met deze verbinding? Nee. Oké. Je bent inzichten gaan verkrijgen dat er een situatie met een andere persoon niet de ware was. Dat die dus niet voor jou was. En dat deze persoon die nu op je pad gaat komen wel de ware zal kunnen zijn. Het is dus belangrijk om in jezelf te gaan geloven. Jezelf, je eigen balans terug te gaan vinden. En je focus te gaan verleggen. En het voelt voor mij dat je dit al hebt gedaan. Dat je dus niet meer zo gefocust bent op het stukje in verbinding komen met
iemand die gelijkgestemd is, een diepe connectie heeft. Maar het voelt voor mij wel dat dit nu gaat komen, maar doordat jij het niet ziet, heb je daar geen zicht meer op. En komt het eigenlijk geheel onverwachts toch naar jou toe. En dit heeft allemaal te maken dat je nog een beetje gefocust bent geweest op het stukje hartzeer wat met een karmische verbinding te maken had. Die verbinding is nu dus beëindigd. Dat is klaar. Daardoor is een nieuwe cyclus in werking gezet. Maar doordat jij nog hier het nodige aan mag gaan kijken, zie jij niet in dat er nu dus wel iemand op je pad gaat komen wat voorbestemd is. Even de helderheid gelijk. Extra kaartje op de 9 van bekers alsjeblieft. Oké, ja, ik krijg het al, dus ik hoef geen kaartje meer te pakken. De 9 van bekers had je in eerste instantie met de persoon waar jij in verbinding mee zat. Maar die kon niet die overvloed geven die jij nodig hebt op emotioneel vlak. Er was altijd een stagnatie. En doordat die stagnatie er was, heb jij dat hart beschadigd gekregen. Jij hebt altijd je eigen op moeten boksen om toch dat gevoel te ervaren van die 10 van bekers. Maar dat kreeg jij niet naar je toe. Dat heeft te maken met dat deze persoon dus niet in de pure vorm zat en dat dat een karmische les was. Doordat jij dus nu die inzicht hebt gekregen dat er dus buiten deze relatie om nog meer mogelijk zou kunnen gaan worden, is dit dus nu ook in een cyclus in werking gezet. Het is belangrijk dus om je eigen stabiliteit in het geven en het nemen te krijgen. Die stabiliteit heb je in deze relatie niet gehad. Daardoor ben je daar even van je padje afgeraakt. Maar doordat er nu dus iemand op je pad gaat komen, een soulmate, kan er dus wel een nieuwe cyclus in stand worden gebracht en kan op emotioneel vlak wel een hoger punt bereikt gaan worden, als waar je in eerste instantie met de andere persoon niet kon komen. Dit is geheel onverwachts, dus je bent er een beetje van beduusd dat dit op jouw pad aan het komen is. En het komt misschien ook voor sommigen eerder als dat je zou verwachten. Maar het is wel ware liefde die op je pad gaat komen. En het universum heeft eigenlijk deze persoon nu naar jou toegestuurd omdat het de tijd ervoor is. Omdat je toch aan jezelf aan het werk bent gegaan. Omdat je die balans aan het zoeken bent geweest. Word je beloond op dat vlak. En dan zul jij die innerlijke strijd niet meer hoeven voelen. Wat die relatie wel met zich meebracht. Want die relatie was niet in de pure vorm. En doordat jij dit aan het manifesteren bent geweest, dat je wel die volledigheid op je pad wil krijgen in de puurheid, de juiste connectie, de diepe zielsverwant. Je bent dit aan het manifesteren geweest en die liefde kan nu naar je toe gaan komen door die manifestatie. Doordat je dus die wens uit hebt gesproken, is het wel voor jou bedoeld, die fortune cookie. Dat mag ik weten onder de 10 van bekers. Ja, pas op dat je dus niet weer in je hoofd schiet. Dat je weer in je denken gaat schieten. Dat je dingen gaat vergelijken met de andere relatie. Want dan zul je merken dat er een stagnatie zal gaan komen. Dan zul je merken dat er toch weer een stapje teruggezet kan gaan worden. En dat er weer even een les geleerd mag worden. En het kan zomaar zijn dat er een derde partij in beeld is geweest in deze relatie. Dat daarom bepaalde beschadigingen zijn ontstaan op emotioneel vlak bij jou en dat je bang bent dat iemand dit weer in zo'n cyclus voort kan gaan zetten. Maar niet iedereen is hetzelfde, dus probeer dit ook los te laten en dat je dus ook iedereen die dus wel de juiste intenties heeft, de mogelijkheid geeft ook om een eerlijk nieuw begin met jou te kunnen beginnen of in ieder geval eerlijk zichtbaar te kunnen gaan worden zonder oordeel of veroordeling of bepaalde angst die meespeelt vanuit het verleden. Het is nu de tijd om die overgave, ja, eigenlijk die volledigheid, die gelukzalige momentjes naar je toe te mogen laten komen. Je hebt je karma geïncasseerd en het is nu de tijd dat naar de regen komt zonneschijn, de regenboog gaat weer schijnen. Nu mag jij weer gaan shinen. Het is nu de tijd ervoor. Ik ga dit even weghalen en dan gaan we verder naar de tweede kwartaal.
observeren op kop. Deze heb ik eerder gehad, maar dan kwam hij rechtop. Observeren op kop. Houdt voor mij in dat je je inzichten hebt verkregen. Het is nu tijd om weer vooruit te gaan. Je hoeft niet meer stil te staan. Je bent al bezig geweest met bepaalde stukken waar je aan kunt kijken. Inzichten heb je tot je genomen. En hier ben je ook daadwerkelijk nu mee aan de slag gegaan. In het tweede kwartaal is het dus belangrijk dat je dus niet meer vast blijft zitten. Maar je mag dus nou die vooruitgang gaan maken. Het is nu de tijd ervoor. De drie van munten. Je hebt je cyclus afgerond. Je hoeft er niet meer voor te werken. Je bent al je bent geslaagd voor het eerste deel, om het zo maar te zeggen. Je inzichten heb je verkregen. Je weet dat bepaalde angsten je vast hebben gehouden in de cyclus. En daar, dat heb je losgelaten. Je hebt bepaalde stukken nu tot je genomen. Je kunt weer die viering in jezelf voelen. En dit voelt voor mij niet als een bepaalde huwelijksverbinding of wat dan ook. Dit voelt voor mij een verbinding in jezelf. Met je innerlijke zelf, je innerlijke kind. Je balans die je weer gaat voelen. Die vreugde die je weer gaat ervaren. Die transformatie die je doorlopen hebt. En dit dus ook kunt gaan vieren weer met je eigen gevoel. En dit zul je dan ook uit gaan stralen naar de buitenwereld toe. En dan zul je ook merken dat je toch weer het lef hebt om in het diepe te springen. Om niet meer achterom te kijken. Om zonder al die ballast gewoon een nieuw begin te starten. Je staat niet meer stil, je bent vooruit aan het gaan. Omdat je eerder al een knoop door hebt gehakt en een pad hebt gekozen. Je weet nu wat je wil. Je hebt die inzichten tot je genomen. En ondanks dat je niet weet wat er na dat heuveltje hier op je pad is. Omdat het nog niet zichtbaar is. Je durft het wel aan. En dat is een teken dat je dus voor het overvloed gaat. Je gaat voor jouw liefde, jouw zelfliefde. Het hoogst haalbare wat op jouw pad mag komen vanuit het universum. Omdat je dus al je hart er zeer geïncasseerd hebt. Hier ben je mee aan de slag gegaan in het eerste kwartaal. Dus je bent je heling gaan verrichten. Je bent inzichten gaan verkrijgen. Dat is eigenlijk heel mooi qua vooruitgang. En ook eigenlijk wel heel erg snel hoe je dit doorlopen hebt. Je hebt het laatste jaar al heel veel heling verricht. En je zit nu in het laatste stukje. En dat laatste stukje heeft ook te maken met op energetisch niveau echt iets of iemand loslaten. Door die heling mag je ook wel je rust gaan nemen. Want er is nog een klein stukje wat aangekeken mag worden. En hier zal dus nog wel meer zicht op gaan komen. En het voelt voor mij onder de maan dat het in een volle maanperiode krachtig bijgezet kan worden. Om juist die energie te gebruiken om die heling af te sluiten. Om het los te laten. Het oude echt volledig uit je systeem te krijgen. En dan zul je merken dat het laatste stukje klaar is. Het is nu goed. Je mag je eigen weer blootgeven. Het is geïncasseerd. Het juiste zal dan wel op je pad gaan komen. Die strijd die je dus innerlijk hebt gehad, is dan klaar. Af en toe is er wel een triggerpoint, zeggen ze. Af en toe is het dus belangrijk dat je die angsten niet weer de kop op komt laten zetten. Dat die strijd weer in jezelf komt. Omdat, ondanks dat het spannend is in het diepe te springen, kun je dus af en toe dat weerstandsgevoel krijgen. En als je dat gaat voelen, probeer dan even weer goed te centeren. Misschien een meditatie, een rustig even een warm bad. In ieder geval dat je je hoofd weer leeg krijgt, dat je goed gegrond blijft. En dan zul je merken dat je dat weer van je af kunt laten vloeien. En dat die ballast niet met je mee hoeft. Je hoeft die ballast niet mee te nemen op je nieuwe pad. Dat mag je achter je laten. Dat is verleden tijd. Alhoewel jij dat af en toe dus nog wel lastig zult vinden, zul je merken dat het steeds makkelijker gaat naarmate de maanden
doorlopen worden. En een terugval krijgen of een kleine tegenslag is niet meer als normaal. Niet iedereen is op de snelheid qua heling. En iedereen beloopt zijn eigen pad. Niemand is perfect en iedereen kan af en toe een stapje terugnemen. Om het vanuit dan weer eventjes te bekijken en weer nieuwe inzichten te krijgen. Heel belangrijk om dan ook echt op de juiste momenten weer die rust tot je te nemen. Dus voel je aan je lichaam, het is nu even tijd om in mijn eigen bubbel te gaan. Doe dat dan ook lekker. Zet die telefoon uit. Zet een lekker muziekje op, rustgevend muziekje. Ga mediteren of ga gewoon rustig liggen. En probeer je hoofd leeg te krijgen. Neem een warm bad met Himalaya zout erin. Om bepaalde energieën af te vloeien wat niet van jou is. Dat soort dingen. Er zijn heel veel mogelijkheden wat dan zou kunnen. En je hebt de tools in handen om zelf die situatie dan weer om te buigen. Want je hebt toch een bepaalde stabiliteit voor jezelf weer opgebouwd. En dan mag je eigen heel erg trots op zijn. Ik heb hier een redder van munten. Die wil gaan communiceren met jou. En dat heeft te maken met de vooruitgang die je hebt gemaakt. Die samenwerking wilt creëren. Jullie hebben dezelfde passie. Zelfde cyclusie doorlopen. Zelfde ballast gehad. Zelfde beetje dat synchroniciteit wat je kunt hebben met iemand. Dat je dezelfde levensfase een beetje dezelfde tijd doorloopt. Deze persoon zal dus, als jij dus hier dat moment creëert om een knoop door te hakken en een ander pad te gaan kiezen, zal het universum jou iemand op het pad gaan sturen. Iemand die dus een stabiliteit aan wil bieden, die dus dit samen met jou wil gaan delen. Die communicatie kan te maken hebben dat deze persoon met jou wil sparren over hoe jij in het leven staat, hoe jij dingen aan hebt gepakt. En dan zal deze persoon in gaan zien dat jij heel veel ballast met je mee hebt genomen. Dat je heel veel strijd hebt geleverd. Maar dat je nu heel veel kracht hebt teruggekregen daarvoor. En deze persoon wil dus die kracht met jou kunnen gaan delen. Die ziet dat jullie bepaalde gelijke stemden zijn van elkaar. En doordat deze communicatie nu op gang gaat komen, ben je eigenlijk blij verrast. Je bent zo verrast dat deze persoon misschien toch wel die volledigheid kan bieden op alle facetten wel. Iets concreets aan kan gaan bieden. Een samenwerking die tot een hoger niveau opgekrikt kan gaan worden. Oké. Okay. Dus we gaan eens even kijken wat de derde maand dan, of het derde kwartaal met zich mee gaat brengen. Dus er gaat iemand op jouw pad komen die een bepaalde communicatie tot stand gaat brengen. Wat te maken heeft met een samenwerkingsverband. Dus ik ga eens even kijken wat het derde kwartaal dan nog meer te vertellen heeft. Want het is de tijd voor tik-tak. Dan zit je op het punt dat je die samenwerking aan mag gaan. Die overvloed hoor ik. Overvloed gaat dan nog verder ontwikkeld worden. Oké, wat mag ik nog meer weten? Voor het derde kwartaal. Ja, je hebt zaadjes geplant en je kunt binnenkort in het derde kwartaal de eerste oogst binnen gaan halen. Dat heeft te maken dus met die verbinding waar je dus met die persoon hebt. Iemand die vol passie is, die dus toch echt wel een diepere connectie heeft. Die ook op spiritueel niveau aan het ontwikkelen is, intuïtief. Waar je echt je gelijkgestemde in zult vinden. Beide hebben jullie toch wel wensen uitgesproken op emotioneel vlak met iemand te kunnen gaan connecten.
En dan zal er toch ook wel een snelle vooruitgang kunnen komen. Jullie zijn elkaar yin en yang. Jullie zullen elkaar verder in balans gaan brengen. En alhoewel nog niet alles geheeld zal kunnen zijn in het begin van het jaar, jullie gaan elkaar daarbij wel bij helpen. En dan zul je ook zo'n aha-momentje krijgen van toen jij in stilstand stond, dat je dingen vanuit een ander perspectief bent gaan bekijken. Dan zul jij puzzelstukjes op je plek voelen vallen. En dan kan die passievolle, krachtig begin er ook aangeboden gaan worden. Het universum bepaalt dat dan de tijd ervoor is om dat te kunnen gaan oogsten, om dan te kunnen gaan starten. En dan sta je in eerste instantie al in je eigen kracht. Je hebt je eigen 9 van munten al gecreëerd. Deze persoon die op je pad komt, kan de 10 van munten aan gaan bieden. Die kan die hoogst haalbare vorm aan gaan bieden. Maar je bent in eerste instantie al heel erg blij met jezelf. Je weet dat het nu de tijd ervoor is dat je aan jezelf hebt gewerkt. En dat je dus heel trots mag zijn op al die stabiliteit. Waar je in de afgelopen aantal maanden hard voor heb gewerkt. Want je bent inzichten gaan krijgen. Je hebt dingen losgelaten. Bepaalde stukken waren niet makkelijk. Maar je hebt ook inzichten gekregen dat patronen er zijn geweest om doorbroken te worden. Om vervolgens weer in je kracht te kunnen staan. Om weer dat te kunnen gaan ervaren en te voelen. Je kracht is teruggevonden. Je bent gecenterd. Je bent in je volledigheid. Het is de tijd ervoor in het derde kwartaal dat je dit ook de buitenwereld in gaat zenden en uit gaat stralen. Mensen zullen dit ook van meer gaan zien. En dan, omdat er hier een mooie vooruitgang in zit en dat die koning naar je toe wil gaan komen, is het ook de tijd dat toch een vooruitgang gaat komen in die yin-yang energie. In dat emotionele stuk, verbinding tussen jullie twee. Een passievol, krachtig begin. Er zit een hele mooie stroming hier wat er gaat komen in het derde kwartaal. Omdat het dan de tijd ervoor is. Heel mooi hoor. En dan ga je het juiste pad kiezen. Dan is het voor jou ook makkelijker die keuze te maken. Omdat je emotioneel zelf in balans bent. Omdat je weet hoe je moet handelen. Omdat je inzichten al eerder hebt verkregen om het juiste pad te kiezen. Blijf je daar dan ook standvastig in. En zul je merken dat dit allemaal nodig is geweest het afgelopen jaar. Begin van dit jaar. Ja, ik zeg afgelopen jaar. Maar 2022, begin van 2022. Om aan jezelf te gaan werken. Alles is om een reden en alles komt wanneer de tijd ervoor is. Nu is het de tijd ervoor. Je mag nu gaan stralen. Je mag je krachten gaan anderen ondersteunen, hoor ik. Heel mooi. Ja. Die verwerking heb je dus nu verricht. Je hebt hier de hangman en hier weer. Die periode van inzichten is nodig om jou de ballast los te laten. Om al het zware wat je nog mee, nog het laatste wat je mee nam, om definitief los te laten. Daardoor kom jij in jouw kracht te staan. Zul jij jouw emotionele stukken weer kunnen oppakken. Alhoewel hier de beker toch nog gesloten is, durf je het wel alweer langzaam aan te bieden aan iemand. En nu is de tijd gekomen dat die deksel eraf gehaald kan worden. Dat het laatste stukje geopend kan worden van je hart. Om weer iemand naar je toe te gaan halen. Omdat het de tijd ervoor is, heeft het universum ook besloten dat die handreiking vanuit het universum dan ook mogelijk is. En als ik dan hier kijk wat er voor mooie kaarten liggen, zal er op emotioneel vlak een emotionele diepe connectie met iemand, liefdesconnectie, toch mogelijk zijn. Omdat jij eerder knopen door hebt gehakt in het jaar. Word je nu dus beloond om daarmee aan de slag te gaan. En dan zul je in eerste instantie zag je dat aanbod niet. Maar op dit moment, eerder van het jaar, is er misschien ook al voor sommigen van jullie wat dingen op je pad gekomen. Tekenen, maar die zag je niet. Nu ben je het gaan zien.
Nu heb je die emotionele stukken gezien. Bepaalde verdriet heb jij losgelaten. Het is in het derde kwartaal gewoon jouw tijd geworden om hierin te groeien en te ontwikkelen. Dus heel krachtig eigenlijk hoe je daar nu in staat. Er zitten heel veel nieuwe kansen op jouw pad. En doordat jij die inzichten hebt gekregen, zul jij daar nog meer in naar je toe kunnen halen. Ik zie elke keer cadeautjes langs het pad liggen. Allemaal cadeautjes. En dit zal er steeds meer cadeautjes gaan worden. En dat heeft ook te maken met zaadjes die jij geplant hebt. Die elke keer oogst kunnen gaan worden. Dus weet dat je op een hele mooie spirituele groei bent. Waardoor je dus met een spiritueel persoon in connectie kunt gaan komen. Op een dieper energetisch niveau een liefdesrelatie tot stand zou kunnen gaan krijgen. Een bepaalde samenwerking met elkaar aangaat. Om op energetisch niveau nog verder samen te kunnen groeien. Te levelen, te connecten. Dus er ligt iets moois in het verschiet. Dus we laten nog eens even kijken wat er in het laatste kwartaal nog in zicht mag gaan komen. Zo, dan is het toch een beetje geshuffeld alvast. Laatste. Oh, er zijn er twee. Tot het uiterste gaan aan waarheid. Heel mooi. Doordat je dus heel veel inzicht hebt gekregen in 2022, durf je nu ook de diepte daadwerkelijk in te springen. Ook op emotioneel vlak open te stellen. Je houdt je hart voor het open. Je hoeft je anders niet meer voor te doen dan dat je werkelijk puur bent. Dit ben je in gaan zien. De wijsheden heb je tot je genomen. Je kunt weer gaan stralen. Je kunt weer gaan dansen. Ondanks dat het misschien angstig is om op het randje te staan. Je durft het wel aan. En dat voelt voor mij dat dit te maken heeft met die verbinding van die persoon waar we het net over hadden. Dus we gaan eens even kijken wat er nog in het laatste kwartaal op je pad mag komen. Je hebt korte metten gemaakt met oud zeer. Je hebt korte metten gemaakt met oude liefdespatronen. Je hebt de momenten van 's nachts wakker liggen heb je geïncasseerd. De nieuwe liefdesbeker ga je daadwerkelijk inzien. Je durft het nu ook aan. Het oude ga je achter je laten. En dit alles omdat je dus die inzichten in het verleden hebt gehad. Je kracht heb je weer gebundeld. Je kunt weer shinen. Je weet nu wat jouw waarheid is. Je weet hoe je dit tot stand kunt houden. En je wil ook daadwerkelijk in die eigen waarheid blijven. En alhoewel er mensen op je pad zullen komen die niet meer met jou kunnen levelen, die niet in jouw waarheid geloven, laat dat dan los. Dat zijn veelal mensen die dus niet de werkelijkheid in willen zien en dus wel een masker dragen, die jij dus op dit moment af hebt gegooid. Omdat je zo hard aan jezelf aan het werk bent geweest afgelopen 2022, zul je ook nieuwe kansen krijgen op liefdesvlak. Het gevoel van heelheid, samen in het diepe springen, omdat jij op spiritueel niveau een krachtig nieuw begin hebt gecreëerd voor jezelf, naar waarheid. We hebben hier alleen maar koninginnen, dus jij bent op heel veel facetten aan het groeien. Je bent op heel veel facetten jouw stabiliteit aan het vinden. En dan is het ook makkelijker om die liefde weer verder te laten ontwikkelen op jouw pad. Probeer
Probeer wel op te letten dat bepaalde angsten niet weer gaan overroelen. En dat je dan toch af en toe weer de neiging hebt om je terug te trekken in een oude cyclusie. Dat je toch weer een maskertje opzet wat niet nodig is. Maar zoals ik al zei, je kunt dingen loslaten tijdens volle maanperiode. En onthoud dit goed dat dat ook daarmee te maken heeft. Voel je weer een bepaalde angst naar boven komen, laat het tijdens een volle maanperiode los. Schrijf bijvoorbeeld die angsten op. Schrijf op wat je los wil laten. En doe dit met een ritueel, bijvoorbeeld een briefje verbranden. Geef het aan het universum mee en laat het verder los. Dan zal je hart weer open kunnen gaan staan. En als ik het zo zie, zou het zomaar kunnen dat die liefde dus op een dieper niveau tot stand kan gaan komen. Dus ik pak nog heel even de andere tarot erbij om wat helderheid en extra op te krijgen. Heel mooi. Ja, doordat jij dus nu die vooruitgang aan het bieden bent, inzichten bent gaan krijgen, heb je je balans gevonden. Is hetgeen ook daadwerkelijk afgewikkeld? De knopen zijn doorgehakt. Het juiste komt nu op je pad. Die sterren, inzichten die jij eerst hebt gekregen om even je eigen terug te trekken, die hebben zijn vruchten afgeworpen. Die hebben je wensen uit laten spreken. Die hebben ervoor gezorgd dat je je balans hebt teruggevonden in het geven en nemen. Je zielenpad weer terug hebt gevonden. Hoe mooi, hè? Het lichtje gaat er helemaal op schijnen. Je kracht is er weer. Je mag hier trots op zijn. De persoon die nou naar je toe gaat komen, die heeft heel lang moeten wachten. Die heeft een heel lang in afwachting gezeten. Maar nu is het de tijd dat hij in volle galop naar jou toe kan gaan komen. En de zon kan voor jullie beiden dan weer gaan schijnen. En jullie zullen die aanvullingen op elkaar gaan geven. En dan samen, hand in hand, weer de diepte in durven springen. En dan zal ja, die zoete verbinding tot stand kunnen gaan komen. Vol passie, vol liefde, iets stabiels, iets concreets. Heel mooi. Er ligt echt een hele mooie jaarprognose voor jullie op tafel. Laat vooral even weten wat je ervan hebt gevonden. Een berichtje achterlaten of een like. Altijd goed. Vind ik hartstikke fijn om daar een terugkoppeling op te krijgen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot een volgende keer. Doei doei!